Wanneer word je nou gezien als een particuliere vastgoedbelegger en wanneer word je nou gezien als een professional? Er is geen wettelijke regeling. De geldverschikkers gaan er verschillen mee om. En over het algemeen zeggen ze, als je minder dan vijf vastgoedpanden hebt, dan word je gezien als een particuliere vastgoedbelegger. Maar als je bijvoorbeeld een huurstroom hebt van over het algemeen meer dan zo'n 35.000 euro, of voor jouw werk zit jou in de handel in... ...vastgoedpannen bijvoorbeeld, dan kun je al veel sneller gezien worden als een uh, professionele vastgoedbelegger. De voordelen van, uh, ja, als je wordt gezien als een particuliere vastgoedbelegger... ...is dat je tegen een relatief lagere rente kan lenen. En de acceptatienormen zijn daarentegen wel weer wat strenger. Een professionele geldverstrekker die uh, kijkt vooral naar de huurinkomsten... ...en wat minder naar het inkomen uit dienstverband of winst uit onderneming. Als je een particuliere vastgoedbelegger bent... dan kun je rentevastperiodes kiezen tot wel eh, 30 jaar. En bij de professionals is dat vaak no, no, ja, tot wel 10 jaar. En de nadeel is ook dat de juridische looptijd wat korter is. Ze kijken naar de rentevastperiode. En als die is verlopen, bij sommige geldverstrekkers... kijken ze dan ook nog eens naar ja, hoe de verhouding is... tussen wat je leent en de waarde van de woning. En als die verhouding niet gezond is... Dan kunnen ze zelfs vragen om wat bij te storten. Dus het is best interessant om gezien te worden, zo lang mogelijk, als een particuliere vastgoedbelegger.